Als je met je cavia of met je honden de dierenarts binnenkomt, dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Zou je echter een jachtluipaard meebrengen, dan is dat wel lastig, want dan zou de dierenarts een probleem hebben en jij hoogstwaarschijnlijk ook. Bij de Beekse Bergen hebben ze jachtluipaarden. En omdat ze daar zulke speciale dieren hebben, hebben ze natuurlijk ook een speciale dierenarts. We spreken vandaag met de dierenarts van de Beekse Bergen, Sjaak Kaandorp. Sjaak, je bent er wel verbonden aan de Beekse Bergen, maar een heleboel Tilburgers kennen je geloof ik, hè? Jawel, ik heb natuurlijk 18 jaar in Tilburg als dierenarts gewerkt in een maatschap van dierenartsen. En dat was in de stad op de Nieuwe Bosseweg en in Tilburg-Noord op de Strauslaan, dierenkliniek Stok-Hasselt. Daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt, want het werd mij eigenlijk allemaal een beetje te veel. Want je kunt op een gegeven moment wel dag en nacht blijven werken, maar dan word je ook niet goed. Nee. Maar wat spreek je nou zo aan in het dierentuinwerk? Ja, toen ik 12 was, toen verkocht mijn oudste broer ijsjes in Artis. En hij was werkstudent, hij was 6 jaar ouder, hij was 18, was net begonnen. En ik klom elke dag erover het hek om natuurlijk gratis ijsjes te ratsen. Mm-hmm. Nou, maar ja, je kunt die ijsje opeten, maar terwijl je ijsje opeten, kijk je naar al die beesten daar. Ja. En als jochie van zeg maar centrum Amsterdam, ja, wat weet je nou van dieren af? Ja. Er loopt een kat en een hond en ik wist dat we ratten hadden, maar verder weet je niks. Nee. En ik raakte helemaal verslingerd aan die beesten die ik daar zag. Dat vond ik wonderbaarlijk. Maar waarom dan juist die speciale dieren? Want een hond en een kat is vrij normaal, maar je gaat wel wat verder natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wat ik nou net zeg, als je dan in Artis zit en je ziet al die prachtige dieren, dan raak je daar op een of andere manier door gefascineerd. Nou, als je gefascineerd raakt door iets, kan niet schelen welke hobby je hebt, dan ga je erover lezen, dan ga je erover praten. En dan, ja, voor mij was dat het mooiste. En toen dacht ik al van, daar wil ik iets mee. Daar wil ik mee werken. Ja, ja. Wat houdt dat nou in als je nou een dierenarts bent op een dierenpark? Wat zijn daar routineklussen? Ik bedoel, normaal een cavia, dan knip je de nagels en zo. Maar wat zijn nou hier routineklussen? Nou, je moet je voorstellen dat mensen hebben vaak een heel romantisch beeld van dat je altijd maar leeuwen staat te aaien. Ja, ja. Nou, dat lukt hier niet, want die vreet hij op. Hmm. Nee, preventie, dus het voorkomen van ziektes, is eigenlijk 80% van het werk. Want op het moment dat ze ziek zijn, heb je een grote klus, heb je een groot probleem om dat alsnog in orde te krijgen. Want een hond en een kat, die kun je onderzoeken. Mm. Daar kun je naar kijken, je kunt er een stethoscoop tegenaan houden, je kunt er eventjes een bloedje van halen. Mm. Je maakt er een röntgenfoto van, dat kan hier niet, want alles wat je wilt, dan zul je ze moeten verdoven, want die dieren zijn hier dus echt wild. Yeah. In Artis was het vaak makkelijker, dan kon je ze in een schuif zetten of wat dan ook. En dan, je kon er best nog een hoop mee. Yeah. Nou, dat is hier kansloos. Je hebt een geweer of een blaaspijp nodig om ze te verdoven, om ze dan vervolgens te kunnen onderzoeken. Dat is wel spectaculair natuurlijk. Ja, maar als je dat honderden keren gedaan hebt, dan is de enige zorg die je nou nog hebt als alles maar goed gaat. Wat gaat er bijvoorbeeld niet goed dan? Nou, het gaat gelukkig altijd goed. Nou, wat zou er niet goed kunnen gaan? Nou, wat er niet goed zou kunnen gaan, wanneer dat in onervaren handen komt. En je leest dat in de literatuur heel vaak, dat in dierentuinen bij narcoses, bij wilde dieren, je 3% verlies mag hebben. Dat zou betekenen dat van de verdovingen die je doet, de 1 op de 30 dieren dood zou gaan. Ja. Nou, we hebben in de loop der jaren zoveel ervaring opgebouwd dat we, ik denk dat we nog niet op 0,03% zitten. Met andere woorden, het gebeurt nooit. Het gebeurt eigenlijk praktisch nooit. In die 13 jaar dat ik hier nu werk, weet ik van 4 dieren dat ze er tussenuit zijn gepiept. Ja, dus als ik het jou goed begrijp, dan ben je wel erg veel bezig met medische ingrepen. En als ik echt daadwerkelijk ingrijp, opereren dus. Ja, maar dat is sowieso mijn vak. Want ik ben 20 jaar geleden heb ik besloten om orthopedie te gaan doen. Dat wil zeggen alles wat met botten en gewrichten te maken heeft. Dus fracturen, heupoperatie, noem maar op. Dus mijn vak hier in Tilburg was sowieso van de 6 dierartsen waarmee ik samen altijd werkte. Ik was degene die opereerde. Nou ja. Orthopedisch of opereren in het algemeen? In zijn algemeen met als bijzonderheid de orthopedie. Met andere woorden, ik deed de gewone operaties voor onze praktijk. En van buiten Tilburg kwamen orthopedische operaties naar Tilburg toe. Ja, ja. Van diverse praktijken. Nou, 2 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. En ik heb besloten om alleen nog dit werk te doen. En naar heel veel dierenklinieken door heel Nederland heen te rijden. Om dat specialisme op dat chirurgievlak te blijven uitoefenen. Ja, ja. Nou heb je geloof ik wel een hele bijzondere operatie gedaan. Hè? Pas geleden, het heeft de krant gehaald en de tv zelfs geloof ik. Hè? Ja, op zich is de ingreep nog ineens zo spectaculair. Alleen, daar ga je weer. Het is nog nooit bij een giraf gedaan. Een giraf die kreeg een kromme poot. Nou, er zijn wel technieken beschreven bij kalveren en bij veulens, maar in wezen is daar geen ervaring mee.
Althans niet bij bijvoorbeeld de giraf. Nee. Dat is ook niet, we hebben dat nagekeken in de literatuur en met internet kun je dat wereldwijd tegenwoordig natuurlijk vragen van wie weet wat je daar wel of niet mee moet. Nou, nul. Niemand. Dan ga je dus bedenken, en zeker wanneer orthopedie dan een beetje je vak is, van wat zouden we kunnen doen? Want als je niks doet, gaat het fout. Ja. En dit dier had een groeischijf wat niet alleen krom stond of scheef stond, ja, maar er was ook een complete botoplossing. Een botoplossing in die hele groeischijf. Dus dan ben je bang dat als dat ding een keer twee keer te hard holt, dat hij zijn poot breekt. Ja. Maar als je dat nou gewoon in normale huis- en keukentermen zegt, hè, wat heb je nou eigenlijk gedaan dan? Nou, wat je gedaan hebt, is om een groeischijf is iets van waaruit bot groeit. Ja. Nou, je moet je voorstellen, je hebt iets. Dit is een bot. Hm? Hier zit ergens een groeischijf. Vanuit die groeischijf regelmatig groeit een bot in de hoogte naar boven. Ja. Wanneer het aan de ene kant harder groeit als de andere kant, om welke stomme reden dan ook, dan gaat die scheef groeien. Nou, dat is duidelijk. En dan krijg je dus een hoek in dat bot. Ja. Nou, aan de kant waar die dus te hard groeit, is een kram overheen gezet om de groei tegen te houden. En aan de andere kant is het beenvlies ingesneden om... Om het te prikkelen? Nee, om dat zoveel mogelijk de ruimte te geven. Ja, ja. Zodat hij zo snel mogelijk kan gaan groeien. Ja. Nou, bij het linkerbeen is alleen dat met het beenvlies gedaan. En dat rechterbeen, wat veel ernstiger was, is daar dus aan de andere zijde als contra zelfs een kram overheen gezet. Hmm. Nou, die is nu van 17 naar 15 graden. De andere kant is van 15 naar 10 graden. Ik maak 31 mei weer foto's en dan zullen we het zien. We hebben hem nu ook los in de wei, want zijn poot kan hij niet meer breken. Want ondertussen is wel dat hele bot, of die groeischijven, zijn volledig opgevuld. Als ik je zo hoor praten, dan heb ik sterk de indruk dat je ook echt van dieren moet houden, hè, om dit vak te kunnen doen. Ja. Je wijst ook met enige regelmaat op de educatieve functie, niet alleen van de dierenarts, maar ook van het park. Ja, zoals ik ooit dit vak ben gaan doen. Wat ik toen straks zei, dat ik over het hek klom en ik zag al die dieren, ging ik me natuurlijk vragen stellen. En dan vervolgens dacht ik van, goh, maar dat is mag er mooi. Wilde ik daar iets mee doen? Toen besloot ik om dierenarts te worden, omdat ik geen zin had om stond te scheppen. Ja. En vervolgens van het een komt het ander. Dus vanaf mijn 12e heb ik me daarin verdiept. Later natuurlijk slikt genomen nog in het medische vlak in het bijzonder. Maar op een of andere manier is deze wereld, dit soort dieren, de natuur in het algemeen, is natuurlijk fascinerend. Ja. Zoals Artus dus de educatieve taak heeft gehad om mij daarvoor warm te maken. Nou, zo probeert het Safari Park natuurlijk ook de mensen bij te brengen van, goh, wat is nou natuur? Ja. Wat is milieu? Wat zijn bedreigde diersoorten? Wat doen we wel of niet met de wereld? Waarom zullen we nou wel een biobak hebben of niet? Daar hoort eigenlijk dit plaatje best wel bij. Want niemand kan ontkennen dat dit natuurlijk prachtig mooi iets is. Het respect voor dieren is in ieder geval wel iets wat een dierentuin de mensen tracht bij te brengen. En dan niet zomaar voor dieren, maar natuurlijk ook voor de natuur. Ja. Voor bedreigde diersoorten. Wat hebben we al niet om zeep geholpen? Ja. Wat zouden we nog tot staan kunnen brengen? En als het al fout gaat in de natuur, omdat de natuur namelijk verdwijnt, en dat is veelal al een reden dat dieren niet overleven, dan hebben we ze in ieder geval hier nog. Wat is het moeilijkste dier om te behandelen, vind je? Nee, er bestaat niet het moeilijkste dier. Dat is onzin. Nee? Nee. Nee. Een moeilijk dier wat je zegt, van, nou, dat vind ik lastig. Nou, wat zou je maar lastig kunnen verdoven bijvoorbeeld? Of lastig onder narcose kunnen dat krijgen? Dat wat lastig te verdoven is, dat zijn de dieren die 365 dagen per jaar buiten rondlopen, die klein zijn. Oh ja? Ja, er zijn hier natuurlijk afdelingen waarvan dieren geen stallen niks hebben, die gewoon altijd buiten lopen. Maar als ik een hertje, en dan praat ik over een hertje, moet verdoven en dat ding wil absoluut niet binnen bereik komen. Je staat op 40 meter. Ja, dan gaat het met een geweer. Maar dat is wel lastig. Ja. Ik heb ook wel eens een boom geraakt. Ja, joh. Begrijp je? Ja. Dat kost aan tijd. Ja, dat kost aan moeite. Sjaak, daar schieten, dat intrigeert me toch wel enorm. Moet je nog wat schieten? Ja, bokken. Dan gaan we even. Ja, goed, maar. Nee, nog iets schieten. Dat kunnen kijken even. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, nee, maar bokken schieten, dat kan sowieso. Maar, gaan we gewoon kijken? Schieten, dat zullen we zeker even doen.